Oké, dames en heren, welkom bij. Welkom bij een nieuwe video, dames en heren. Zoals jullie zien, ja, staan hier hele lekkere. Wat is dat nou? Dat is Bellevue. Bellevue? Dat zijn hele lekkere biertjes. En wie daar aan België denkt. Ik heb zo'n bier. Wie daar aan België denkt, denkt natuurlijk direct aan bier, toch? Of denk jij aan de frietjes, dat kan ook. Chocolat. Maar wij gaan vandaag. Witlof. Ja, dat is waar. Dat heb je pis. Ja, dat gaan we vandaag niet doen. Daar hebben we geen tijd voor. Ja. Maar oké, wij gaan vandaag dus alle soorten biertjes. Sorry, niet alle soorten, maar toch een groot deel. We hebben voor ieder 6 uitgekozen. Toch? 6, ja. 6. En we gaan dat geblinddoekt proeven. Dus ik zou zeggen, ja, wie begint er? Ik heb dorst van mijn koekjes. Ga jij beginnen met proeven? Ja. Ja? Gaan we elk om beurt doen of geven we ze alle 6 tegelijk? Of? Elk om beurt, hè? Alle 6 tegelijk, dan zit ik daar, hè? Dus, sorry dat ik als jullie zien. Lana is geblinddoekt. Kun je haar nu nog zien? Dat werkt niet, hè? Hoeveel vingers steek ik op? Ja, maar dat is nu gewoon een gokspel. Ik zie niks, het is gewoon zwart. Oké, we gaan het in een glas of in het flesje? Glas. Glas. We gaan het eerste biertje proeven. Laten we dat. Wat? Voor gaan pakken. Moet je dan misschien. Maar ik krijg toch de. Hoe zeg je dat? De opties, hè? Ja, ik krijg de opties. Anders. We gaan dat voor gaan pakken. Niet te veel schuim, hè? Goed, veel schuim voor mij. Ik hoor het. Het is precies spruit of zo. Wat is Anna, het? Handje? Wat? Moet je bril neer? Ja? Ik vind deze eng. Oké. Waar is mijn mond? Niet kijken, hè? Dit is zoet. Ik heb proef. Ja. Damn. Wat zijn mijn opties? Het is wel goed. Los daarvan. Ik denk dat dat. Maar. Hey, ik denk dat ze sorry. Wat zijn mijn opties? Wat denk je dat is eerst? En dan ga ik je opties geven. Ik ben aan het twijfelen. Want ik weet dat er iets met frambozen is. Denk ik. Ja, dat was het. Ja. En er is met kriek. En het is tussen die twee. Ja. Dat heb ik erbij gestoken, maar nu heb ik het. Maar ik heb al keilang geen kriek meer gedronken omdat ik dat beu gedronken ben. Snap je? Ik snap het. Logisch. Ik moet dat zo rond. Ik denk dat het een kriek is. Kan dat? Denk je dat. Kriek Lindemans is. Nee. Kriek, je hebt ook Morsupiet, je hebt ook Bellevue, je hebt. Nee, ik denk Bellevue. Bellevue? Ik denk het ja. Is dat uw definitieve antwoord? Ja, ik denk dat. Ja? Wat ik juist? Ik zit er zo met een neus in. Oké, okay, van mij, mooi kijken. Het was juist! Ja! Yeah! Okay. Amai, dat is zoete dingen. Is dat zoet? Maar echt niet normaal. Oké. Okay. Zal ik nu eentje proeven? Ah, pak de andere bandana. Dan kan je dat aan. Ik zal nu eentje proeven. We zijn al een flesje weg. Shit. Oepsie. Ik moet ze hier zetten. Oké, maar ik ben geblinddoekt. Ik heb mijn bril nu nodig. Je hebt er een breekt iets. Wacht, hè. Lukt het? Ja. Laat goed zien aan de camera wat je gaat pakken. Sorry.
Dat weegt zwaar hoor. Misschien 50 kilo hoor. Hoorde dat? Ja, het is precies cola. Wie weet, het ziet er nog. Kijk! Oké. Wacht hè, want anders zit dat de rug van. Dat weet ik nog goed hè? Mm-hmm. Dat is ervan. Ik kan hier ook met jullie dat proeven. Dat is wel een raarke, maar het proeft wel goed. Zeg je nu ook aan het proeven? Nu wel. Ik hoorde het. Ja, maar je zei dat is wel een raarke, maar het proeft goed. Dan dacht ik, ja, nu moet ik dat toch weten. Het proeft toch goed? Ik snap wat je bedoelt, maar raar. Het is wel nog goed, ja. Proef zo die graan. Ja. Precies brood. Een glazen boterham. Hela. Oké, okay, stel je voor als je zo totaal een mis bent, als je zo niet meer weet waar ik zit. En dan je zo langs de andere kant zo met je dingen doet. Zo hilarisch zijn. Maar nu moet ik gaan raden. Ja. Ik kan u een paar opties geven. Ja, geef mij de opties. Wacht hè. Je hebt de keuze tussen wij smalle, mm-hmm. Victoria, ja. Zo'n geuze van Bellevue. Ja nee, dat is gewoon stom. Dat is, ik denk dat de closed dingen zijn, maar dat je tussen die drie. Allee, een Rodenbach met fruit in. Dat is het niet, hè? Dat weet jij ook, hè? Wat zit daar ergens in de buurt? Het is terwijl. Dus je hebt de keuze tussen Westmalle, Victoria, de geuze van Lambiek. Ja, als je echt wilt, kan ik ook die Rodenbach in dat ding steken. Nee, ik denk dat ik het dan weet. Zeg het eens. Die van Lambiek daar. Ja. Ja? Ja. Was het deze? Die. Van Bellevue. Geze Lambiek. Dat was wel een goeie eigenlijk, vond ik. Ja, hè? Ja, dat was wel een keer. We hebben tot 2022 om op te drinken. Oké, dus nu. Invriezen die hand wel. Dop erop. Ja, dat is leuk. Als je dat heftig over doet, misschien. Voilà. Kan je dat nu terug op? Dat is om mee te pakken. Dat is daar naar het werk of zo. Voilà. Oké. Okay. Rana, Turke. Ja. Ik moet eerst met een bandana aan doen. Je een bandana. Zonder bril. Ja. Wacht, deze. Maar mij mag je hetzelfde gebruiken. Ja? Wel. Ja, pas op, dat kan je smaak dingen beïnvloeden. Zeg maar. Ja, we gaan die gebruiken. Ja, mijn haar. Ik heb je slagen, hè. Je hebt mij niet slagen. Wel, ik heb mijn haar bij. Dat ben ik zo. Maar allemaal mijn haar los. Ik heb dat dingetje nodig, hoor. Ah, hier. Smeer me dat. Dat is precies zo. Hoe zit dat met Ninja Turtle dan? Wat? Ik kan een ninja gaan, ik ga een turtle gaan vasthouden. Oké, okay, laten we het volgende diertje voor Lana kiezen. Goed je game. Ik denk. Zelf een mooie kamer, zo donker. Ja, het goede licht in vallen zo. Ja, ik weet niet. Ik heb ook advies gevraagd aan interieurspecialisten en zo. Ik dacht het al. Doe maar hoor, ik zie niks, maar ik ben gewoon deze aan het aantrekken.
Zonder mijn haar mee te trekken. Waar is pipi? Ja, dat is iets anders. Yo. Oké. Handje? Ja, handje dicht. Handje. Ja, alles. Handje, en dan zo weg. Dat was niet veerschuim, maar dat was een beetje schuim. En daar ga ik. Daar ga ik. Dat riekt raar, man. Dat proeft toch echt. Maar dat is goed, of? Niets tussenin. Maar het is niet dat ik het niet zou drinken. Dan niet. Maar ik weet niet, zo'n smaak. Het is, ja, ik weet niet. Je wacht ook op proeven, hè? Beetje. Dat is proef. Ja, ik. Het is zo, ik weet niet waarvoor. Ik weet zelf niet hoe de smaak te beschrijven. Wat zijn mijn opties? Mijn opties zijn. Het is duvel? Nee. Dat niet, denk ik. Het is een schoefke. Oké. Of het is het bier met de. Met de roze olifant. Met de roze olifant. Ik denk dat ik straks roze olifantjes zie. Nee, dat is niet waar. Kan ook. Wie weet, wie weet. Ik zal het u weten te vertellen. Ik weet zie ik roze aapjes of zo, dat kan ook. Dat kan ook. Nee, ik proef het niet, maar het is niet slecht. Nee, hè? Het is niet slecht, maar het heeft ook weer zo'n andere smaak. Zo, dat je... Ik weet dat niet. Oké. Het is geen duvel. Dat kan ik uitcancelen. Cancel. Ik denk dat een schoefje... Allee, ik heb zo andere schoefjes met andere smaakjes. Ja. En dat proeft niet zo. Allee, weet ik. Dus ik denk dat mijn roze olifantje is. Leen het? Is dat definitief antwoord? Ja, ik denk het wel. Riekt nog eens goed? Olifantenkoek, nee, ik weet niet. Ik denk wel dat het een olifant is. Oké, ja, doe maar weer. Vind je het af? Hoe noemt dat eigenlijk? Ik weet niet wat noemt dat. Ook wel een olifantje. Delirum. Delirum of zoiets? Zit daar rum in? Nee. Denk je het niet? Ja, ik weet niet, het is zo'n smerige. Het is wel niet slecht. Het is niet slecht. Wat is dat misje? Het bruiken, ik weet niet. Het bruiken. Het bruiken die handel. Goed. Ik ga een vriend ook aan doen. Zie mij op eerlijk. Wacht, ik moet nu moet ik zo zien dat ik uw dingen pak, hè, die dat ik heb gepakt. Ah, ja. En niet zo dat ik met dingen van u ga gaan doen. Dus ik met dat rekening aan kloppen. Wacht, hè. Klopt dat dan? Bezet. Ja, klopt. 3, 4, 5. Ja, oké, dan komen we naar de 6. Oké, ik was even aan het checken. Ik wist welke dat ik voor u had snapte, maar ik was even aan het checken of het wel klopte. Snap het. Nou, dat was easy. Een goeie. Ze goed liedje, hè? Ja, ik zit daar nu mee in mijn kop. Graag gedaan. De Marie. Serieus. Goed, zo uit de dingen. Wacht, hè. Dat is mijn vuile glas. Dat is wel dat er nog iets in zit. Santé. Oeh, amai, ik heb dat nog nooit geroken. Ja, speciale. Oh my god. Nou, 30 jaar.
ook gaan proeven? Ja. Wow. Ik kan ertussen een droge koekje eten. Is wel niet slecht. Ja. Moet ik je de opties geven? Ja, kom maar. Dus je hebt de Westmalle. De Victoria. De Cubanisto. Of een Rodenbach. Met fruitage. Ik denk dat die Cubanisto is. Nee, moet je dat doen. Ik wist niet hoe dat die proefde. Ik heb die ook met mojito flavor in. Maar die smaakt niet zucht. En die met mojito flavor had ik al geproefd. Is inderdaad niet slecht. De goed marge niet. Is hè? Ja, ook safe. Ook safe. Ja, dat is wel allemaal met safe wel veel, hè, man. Dat is waar. Allee. Okay. Maar nu? Gaat je. Yep. Oké, okay, dus nu gaan Lana er een eentje proeven. Dat probleem. Problemen met de infrastructuur. Ja, waar ik dat ding ga ik dat weggestoken zien. Oké, okay, welk biertje gaan we nu? Deze gaan we nu. Ja, ik zal dat ook pakken. Ja? Mm-hmm. Oké, okay, dan gaan we deze pakken. Pak je die handel. Alles pakken wat je kunt pakken, hè? Je moet leven, je moet niet leven wat dat komt. Voilà. En alles wat je kunt. Pak. Nog niet. Oh. Pak. Ja. En zo? Zit dat schuim op? Geen idee. Ik wacht wel even. Nee, er zit geen schuim. Kom aan. Vertrouw jullie niet, hè? Er zit geen schuim op. Zou dat dan? Dat je daar zo geen slakker was, zou je dat doen? Waar ligt die bus? Moet ik zeggen. Zijn mijn opties nog? Maar eerst heb ik een nadenken. Het is een van de zwaardere dingen, denk ik. Ja. Maar ik weet niet wat dat wel mijn opties daarin zijn. Oké, okay, ik ga je dus de opties geven. Ik weet dat ik 3 zwaardere bieren heb genomen voor u. Het voelt zwaar in dat glas ook. Ja, het is zwaar, hè. Het is zwaar. Ik krampen. Ja, ik weet het. Maar terwijl, kunnen kiezen dus tussen een duvelke. Een chimekke. Of een schoefke. Het probleem is, hè, ik heb 1 keer het duvelke geproefd, hè. Dat was goed, hè, los daarvan. Goed duvelke, hè. Goed duvelke. Maar die 2 anderen heb ik totaal nog niet geproefd. Behalve dat schoefke, ja, ik heb dat gezegd, een andere smaak. Ja, hè. Dus je weet dat ik een andere smaak heb genomen dan de normale schoefke. Dus ik ben aan het twijfelen. Wacht. Kunt je mij. Ik zeg dat het duvelke het niet is. Kan dat al? Ja, dat kan. Oké, okay, dus je hebt nog keuze tussen chimé of tussen schoef. Ik kan twijfelen. Maar is een schoef? Soleil. Van de zon. Schoef van de zon. Was speciaal op de zon gemaakt. Oké? Okay? Vroeg zo wat zonnig, hè? Nee, ik weet niet. Dora? Nee, Dora, nee. Ja, niet, ja, dat, Maar is er open? Dat ga ik niet zeggen. Hoe ziet het topje eruit? Ja, zo lijkt het wel andere topjes. Als een topje is. Ja, hoor. Ja. Dat is een bril. Wil je het topje voelen? Dat kan ook. Dat is een topje. Bravo. Het is wel een zacht topje. Ja. Wil je het in je bed hebben? Ik zal het in je bed. Ja. Alleen, ik hoop niet dat ik het zo...
Ja, maar ja. Want dat doet dat pijn aan mijn gaten van mijn rug, waar het ook belast. Een zacht topje. Oké, okay, een zacht topje. Van welk flesje is dat zacht topje? Ik zal nog eens spoelen, hè. Ik denk ook dat... Ik denk dat ik voor Chimay ga gaan. Want ik denk dat een soepje anders proeft. Ook al is dat van de Soleil. Ja, maar ja, dat soepje is op de zon. Je hebt in de zon gestaan, hè. Ja. Dus Chimay is uw definitief antwoord. Ik denk het wel. Oké, okay, maar ik moet het hier afdoen. Ja, je hebt het? Ja. Ik ben echt maar nu legt hij echt een drankprobleem. Ben je toch? Maar het is ook donker. Donker bier, ja. Ik zie, dat wist ik dus niet. Ah nee, want het was donker bij jou ook. Either way. Nee, ik dacht altijd dat dat een lichtje kleurde. Een lichtje kleurde. Ja, je hebt Chimay ook blond, maar je hebt ook... Ik heb nog nooit donker bier gekoken tot nu. En van viel het nu? Ja, hele goede kop. Hier, kom. We gaan ze dus vanavond allemaal opdrinken. Een beetje kater gelijk. Ik denk niet dat dat een plan is. Misschien kunnen we dat goed leren, hè? De katers, nee. Komen daar de beste resultaten. Nog een welke ga ik kiezen? Maar het gaat opvallen, hè? Ik denk Kevin. Wat denk je? Ja, voor je. Maar niet te lang, hè? Ik zal het op. Copyright. Copyright, hè? Hey. Ga door. Hoe gaan we dat doen? Misschien moeten. Ja, ik weet niet wat dat gelopen gaat doen, hè? Kunt jij heel... Ik ben aan het pissen. Wat? Dan wil je niet drinken, hè? Ik krijg kramp, hè. Of je kat kan optrekken, zo. Ja, dat schaamel! Je wist dat je dat ging doen. Ah, dat is veel scherp. Zijn de opties? Oké. Okay. Nou, smalle. Nee. De Victoria. Nee. Rodenbach Fratage. Nee. Ik dacht zo grappig. Of... Niet te vergeten, we hebben de Jupiler 0%. Oeh. Official Beer of the Red Devils, by the way. Niet gesponsord. Wow, wow, stoer. En het is nog wel dan niet rood gekleurd tijdens... EK. EK, ja. Ik had een beetje... Weet Nee, sad, sad. Kleurt daar rood? We kunnen het tussen de vrouwenbieren steken. Ja, ik denk niet dat die Rodenbach is of wat dat ook. Oké. Okay. En ik ben aan het twijfelen tussen Victoria en tussen die 0,0. Ik kan ondertussen nog met een Chimay drinken. En die wordt dan een selfie. Oké, ik ga iets zeggen. Ik denk dat die 0,0 is. Ja. Je hebt al lawaai gehoord, nee? Nee, dat heb ik niet. Door u. Dat is gewoon het team. Heb ik het niet gehoord. Ik wil dat twijfelen tussen Victoria en. Proef daar veel anders van gehoord, Pien? Toch wel? Dat riet al anders. Kevin, je hebt al gemorst op je t-shirt. Wat? Ik ga toch in de was, mama was.
Ja, het is anders, hè. Ik heb niet echt die ruimte, want ik heb... Wauw! Het is zo waaah. Gieten. Waar is het woordje? Waar is mijn andere glas? Waar is dat andere glas? Heb je dat niet ook meegebracht? Jawel, maar ik denk dat je het juist aan Kevin had gegeven. Degene die dat jij had uitgekast. Ah ja, waarschijnlijk. Daarom dat er nog water in zat. Tadaa. Top. Oké, ready? Ik zou zeggen, pak gewoon hetzelfde. Ja, misschien is dat best wel, anders moeten we dat altijd gaan afvassen. Oké. Zijn de laatste drie biertjes? Inprenten, dat kun je doen, maar ja, ik weet dat je die al geproefd hebt en zo, toch? Nee, eigenlijk niet. Nee? Van boze niet. Ja. Schoon te weten. Dan zijn wij dat ook in de winkel, hè? Die frambozen, die smaakt misschien wel goed. En dan zeg ik, ja, als je dat met je krimp mengt, dan weet ik nooit meer wat het is. Nee, niet mengt helemaal. Mengen! Ja! Welk krik! Oké, welk krik. Ik zou die van rechts en zo midden links. Oké, maar dat zeg je dat een spelletje aan het doen? Ja, maar ja, zo kubbeltricks. Is hij er? Ja. Ja. Ah, ik zou nooit blind willen zijn, joh. Allee, ik ben al half... Shout out naar alle blind. Allee, ik ben al half blind, hè. Ik zou nooit voor je willen zijn. Is daar wel schaam op? Nee. Nee. Yo, ik vertrouw het niet meer. Jammer, hè? Ik hoor u lachen. Hoor ik jullie lachen, ja. Dat is waar eigenlijk. Oké. Okay. Dat was gewoon schaam. Ja. Ja, dat was iets te veel schaam, maar dat zijn gewoon glazen. Bijna het haar ermee. Dat is niks. Mm. Oké. Okay. Ik zou zeggen, Kevin, jij sowieso een van die laatste twee zwaar. Maar het is niet slecht. Maar nu ben ik aan het twijfelen, hè. Ik zeg het, ik heb maar één keer een duvel gedronken. Je hebt keuze, hè. Dus, het is duvel. Het is een sjoefke. Ik kan nog eerst mijn slok pakken. Top. Ja, maar het gaat niet goed zijn. Maar, ik denk dat het een tjoefje is. Maar ik ben niet zeker. En ik een... Mag je kijken? Nee, ik wil van u definitief antwoord. Wat denk je? Ik denk een tjoefje. Kijk, als dat nu de duur is, ga ik zo... Kun je maar kijken? Oh shit! Ik wist het, hè! Dat is wel goed. Ja, dat is wel goed. Topke. Topke. Klikken die hand. Dat is weet nu allemaal meenemen naar de kamer. Kijk, ik heb nog een hele avond. Ik ben nog even wakker, hè. Oké. Oké. Ik heb nog twee koekjes eten. Wat ga jij vanavond eten? Je hebt ook nog iets gegeten, hè. Ja, nu, hè. Want aan het is... Rond de uur is alles toe, 10 uur zeker. 10 uur, ja, dus het gaat nu door. Dat is fucked, hè. Maar eerst aan de McDonald's moeten rijden. Oké. Okay. Ja, doe maar. Ik zie geen steek meer. Ik heb een koekje. Waarom laat ik jou nu procent staan? Dat was een goed bierke, hè? Ja, super. Ja.
moet er maar zoet van maken, dat is zeker 0,0. Vergeet dat soms te tonen aan die camera. Ja, met dat tonen, hè. Dat een... Nee, maar, daarom dat ik het ook telkens omdraai. Als, ja, als ik soms aan het inschenken ben, doe ik Nore dat. Ah, als ze het neerzet. Goeie kijk. Hey. En toen? Ik heb geen blikjes meer. Ik hoop niet. Ik heb nog blikjes. Ik ging naar die nieuwe andere pinschappen. Ik kan dat niet doen. Is er te veel schaar? Nee. Ja, maar ik hoor dat. Schaap, kijk. Ik ga je slagen, want ik heb mijn eigen geslagen. Ik heb nog net met een duvel, maar ik wil dat nu ook proeven, hè. Toen er geen duvel moest weg, hè. Ik kan zo klinken als je aan de wc zit eigenlijk. Goh, dat is moeilijk. Ja, ik ben nu ook aan het denken. Misschien hadden we er 5 moeten pakken en geen. Dan hebben we misschien toch een beetje... Zoals dat jij niet meer moet rijden. Ja, want anders... Als Kom nog een goede video maken. Zo. Ik moet nog werken, hè, straks. Wat zijn de opties? Ja, ik weet wat de opties zijn, maar... Wacht, ik ga nog even goed zelf even proeven. Het is zo raar anders. Nee. Dat is ook nog een goed ding. We hebben dus de Victoria. Dat was mij... Ik heb dingen erop zitten. De Rodenbach. Of de Westmalle. Santé. Ik denk de Westmalle. Is dat uw laatste? Wacht even. Ja. Is dat uw definitieve antwoord? Ja. Meneer Kums. Ja, mevrouw Kums. Ik ben niet mevrouw Kums. Dat is ook nog wel een goed ding, hè, man. Komt uit Antwerpen? Waarschijnlijk, denk ik. In 9,5. Ojojojo, zo biedt als ik die video ga editen. Dat is meer als de cornet. Ja. De heldere gouden gele trippel wordt onder toezicht. Daar wordt dat gemerkt, man. De Antwerpse steenweg in Westmalle. Nee, dat Westmalle gewoon in Antwerpen. Gaan we nu gewoon eigenlijk nog iedereen biertje proeven? Want ik denk ook dat het voor mij simpel wordt. Of ik kan mij vergissen omdat het in de soleil heeft gezeten. Dat kan ook wel. Dat kan, hè. Ik denk ja. Ja. Eigenlijk, voor u heb die alle twee nog niet geproefd, hè. Is voor u echt moeilijker als... Allee, alhoewel, nee, want ik heb die ook nog alle twee niet geproefd. Ik zeg maar, voor mij is... Ik weet niet waar nou waar ik dat proef dat zo kei vroeg. Vooruit zegt ook omdat ik het weet. Ik wil niet weten waar dat... Ratatatatatat. Ik weet waar het gemaakt was. Ga maar kijken wat dat erin zat. Nee. Ah ja, doe die blinddoekje maar aan. Maar ik ben nu aan het denken dat je nog keiveel schuim van je Westmalle hebt. Ah, dat klopt. Doe niet voilà, voor leer te drinken. Ik heb al lang geleden. Mama, ga je lachen hiermee, hè? Je hebt al dokter zat. Stop, ik heb het niet zat. Oké. Ik ben nog niet zat. Ik ben nog niet. Maar ik heb wel dronken gevoeld. Ja, ik niet 4 of 5 uur. Wacht, hè. Alles goed. Oei. Hey, dit werkt goed. Dat is zo. Ze zijn wel weer triester, hè. Ik ga het even los aan je toe maken. Dan kan ik opnieuw weten. Dit werkt goed. Salut.
Deze giga wordt geweldig. Ik heb minder van haar nodig. Ik wil dat voor u regelen, hè. Zo'n goede video's. Maar dat gaan we niet doen. Ah, oh, ja. Ja, dat twee keer weten in de reacties, guys. Just mix! Ja, dat zag ik dan. Oh. Je blijft van mijn haar af. Maar dat je ook staat, je blijft er. Waar dat je ook staat. Waar je ook woont. Je blijft eraf. Ik zeg maar dat niet zo goed ziet. Waarom? Allee. Wat? Voilà. Allee. Voilà. Het is wel mijn haar waarover we het hebben. Oké, ben klaar. Straks denk ik alsof ik met de spoel. Ik voel ook zo dat ik zo op het einde zit. Zo. Ik ga dat voor een keer bij wijnen doen. Wat? Nee, niks. Vind jij allemaal wijn doen? Ja, maar dat gaat niet zien zijn. Allee, oké. Okay. Ik drink geen wijn. Sorry voor de wijnkenners. Maar de rode wijn, dat is de rode wijn. En de witte wijn, dat is de witte wijn. En de rosé is de rosé. Je proeft dat, hè. Je proeft dat. Haha, ik kom naar schiet. Nee, zo. Oh, excuus. Ik heb geen schip gelaten. Je hebt daar nu nog extra schaam op gekapt, hè? Nee. Krijg krap. Ja, daar is het. Maar nee, er zit echt geen schaam op. Ja. Dat is wel... Ik heb het geproefd! Dan is het beste schaam al mee. Al die kijkers gaan denken, waarom doet hij mij op? Mijn vinger hier echt was. Santé. Ik vertrouw me nog altijd niet. Alleen drink. En dan staat gestopt dat ik de rest ook weer zo ben. Dat is lekker. Is dit mijn yoghurt? Schere yoghurt, hè. Rade yoghurt, zo. Ik heb dat morgen vroeg op. Schoen, mama gaat lachen. Oh. Allee, morgenmiddag. Dat is al een schappelijk uur wanneer ik op sta. Om 3 uur of zo. Het is altijd ergens 5 uur, hè. Voilà. Mm. Wat denk je? Alleen bij ons. Ik denk dat dat die frambozen dingen is. Dat is echt heel zoet. Zeker? Ja. Hoe zeker zeg je? 99,9. Dus 0,1% niet. Hey, ik kan beter rekenen nu. Want ik dacht, je weet het niet op haar. Oké, Lana, is dat je definitief antwoord? Mag ik kijken? Ja, ik ga kijken. Kijk, ik had gelijk. Je legt nog, zegt, heb je dat niet geproefd? Nee, ik heb geen geld meer. Maar niet te veel, hè, want dat is te lekker. Maar dat is echt zoet. Ik ben niet zo... Allee. Ja, dat is goed. Kom, ik heb mijn deksel door. Van wie geldt het? Van wie geldt het? Van u. Kom, kom. Maar weet je, dat zijn zo de verraderlijke dingen, hè? Ja. U broer bent wel te klein. Dat is een zoet spul, maar het is lekker. Alright. Let's go, laatste biertje voor mij op. Oké. Nu moet ik eigenlijk voor u. Ik heb het gevoel dat het moeilijker is, want je weet. Ja, ik weet wel. Je weet van beide niet hoe dat proeft. Nee. Ik wist dat ook niet van beide, maar deze sprong er gewoon echt uit omdat het zo zoet was, denk ik. Dat is waar. Maar ik dacht dat drinkt Lana het liefste, dus. Nou, niet per se. Oké, laatste biertje. Kom maar, Lana, give it to me. Ik ben echt aan het denken nu. Hoe zie ik kort? Zet het in de comment, nee. Ja, en dan de volgende. Nou, zo heel spannend. Wat? Ik zal muziek opspelen. Hey, hoi, joh. Geen muziekvideo. Kunnen we dat volgende keer? Kunnen we.
vragen. Dat we nog anders moeten opnieuw doen met dat ander. Nee. Wat hebben twee bieren? Jij bent mij zat, hè? Ja, sorry. Ik heb de allebei open gedaan en dan... Mocht dat niet? Was dat niet? Stel je voor, als je dat had gedaan met dat schoefje. Zou je daar niet zijn geweest? Elena, wat is het? Wat zit er bier in? Nog net. Ik kun je niet alleen schuim, hè. Hoe moet je dat? Er zit zo weer bier in, Lara. Schuim bedoelt je? Ja. Dan ga ik nou bier proeven. Ja. Het is niet alleen schuim, zo. Nee. Ik had het gewoon niet schuim gehouden. Dat is het probleem. Nu gaan we jullie... Hoe noemt dat? Ik ben niet zo thuis in die dingen. Het is niet wat ik zou drinken. Nee? Oké. Ik wil eigenlijk gewoon weten hoeveel dingen dat daarin zit, man. Maar ik denk... Ja? Dat die Victoria is. Ja, inderdaad. Ah, oei. Zet je zeker? Nu is het te laat, hè? Nu is het te laat. Ik vind op zich nog wel een goeie. Nee. Ik heb dat ergens gekregen, ergens gratis, en ik heb dat toen opgedronken. Peace out. Oké. Okay. Ik vind dat nog wel een goeie ding. Ja, deze was het dan zeker, hè? Ik vind dat we die andere twee nu gewoon nog moeten proeven. Gewoon, ik vind dat die nu left out zijn. Ja, maar die kunnen toch gewoon een andere keer vragen, hè? Van dat de video gedaan is. Waar had de video gedaan? Ah ja, ik wil die ook proeven, hè? Okay. Zo gaan we het hierbij houden. Voilà. We hebben net iets te veel gerekend aan zo'n heren, maar goed. We gaan het hier bij jou, want het begint eigenlijk. Hoe moet je het? Ja, maar je bent zo bieren aan het mengen en dat is juist het gevaarlijkste. Hoe is je maag? Mijn maag? Dat was dan juist toen dat ik de laatste aan het proeven was aan het keren. Maar goed. Dat was echt zo van... Oké, dames en heren. Dus dit was de video. Nou, hoe vond je de video? Stay tuned voor de maagkering van Kimmy. Ja. Nee, dus dit was de video. Als je deze video leuk vond, vergeet dan zeker niet te liken en te abonneren op dit kanaal. En dan zeg ik zoals altijd, later.